Jurgen van den Broek, bijna in Parijs. Hoe kijk je terug op je ronde van Frankrijk? Eigenlijk wel tevreden. Ik had ik in Nederland een tour. Had ik toen geweten dat ik sta, had ik misschien er even getekend. Maar denk, ik spijtig van die valpartij op een plaatje bij Belfie. Maar ja, dat is koers, dat is mijn tour. Ben jij ook zo onder de indruk van Sky? Sky is de link. Een nieuwe ploeg. Heel veel goede coureurs. Boosenhagen, Poort, Rogers. Hij rijdt allemaal heel goed weer op. Als die er dan af zijn, dan is het vroom. Ja, ook zo onder de indruk van vroom? Het is een heel goed coureur. Rijdt heel goed weer op. Altijd heel hard tempo, altijd aan de kop ook. Ik denk dat ze die in Parijs van de fiets gaan moeten trekken, want anders wordt die Turkus blijven draaien op dezelfde is. Ja, jij zelf staat nu vierde, maar er is ook natuurlijk die strijd tegen de klok. Ja, maar die strijd die we tegen coureurs, dat doe ik veel liever. Koers rijden, aanvallen, koers maken. En ja, maar een tijd is nog niet helemaal een onderdeel en dat is een tour. Ja, kan jij ooit de tour winnen eigenlijk? Mijn beste jaren moeten misschien nog komen, misschien 29. Misschien als ik een paar bakkenbouw word groeien en als ik hier een twee kon krapen, misschien dat ik dan eens een tour kan winnen. Hoor. Ja, hoeveel op 10 geef jij jouw ronde van Frankrijk? Ik zie niet zo goed in cijfers. Maar ik denk dat ik een cijfer moet geven. 8 op 10. Dat is goed. Misschien wel heel goed. Maar dan moet ik weer niet super goed. Maar ja, we zijn tevreden met heel de ploeg. Als we op een top 5 in Parijs staan. Ja, er is een kans dat Bonen niet naar het spelen gaat. Dan denk ik zo, ja. Jurgen van den Broek komt mooi uit de Tour. Ik zie zo in de speelvogel. Het parcours in Londen is 250 kilometer. Dat zijn 15 toeren. Maar ik heb nu één zware toer gedaan. En ik denk dat dat al meer als genoeg is voor mij. Ja, en dan nog een quote van de vijfde. Die zegt, ja, Jurgen van den Broek die heeft geen persoonlijkheid. Ja, dat weet ik niet. Misschien vind ik die persoonlijkheid om de dag wel op podium in Parijs. Ja, goed, tot erop. Hey, this is how we do.